En dan zijn we onderweg. Beide ploegen spelen dus geen enkele rol van betekenis in de stand om de tweede periode. Maar hier heeft de Graafschap wel al meteen de gelegenheid om op voorsprong te komen. Enorme kans voor Giovanni Korte. Bal verlengd door Opoku. En hier zit hij erin, wil ik zeggen. Maar hij zit er nog niet in. Van dichtbij Van de Pavert. En weer een kopbal die heel gevaarlijk is van Heertem. De Graafschap gaat messcherp van start. Maar laat wel drie hele goede kansen liggen. Goed balletje hier van Opoku. Dan moet het nu raak zijn. Asjefai weer niet. Weer een redding van Haverkotte. Schuurman. Omsingeling is weer compleet. Kopballetje is goed, maar raakt de lat van Giovanni Korte. Dat hadden we nog niet gehad. Een bal op lat of paal. Gooselink goed. Handig weggedraaid. Gooselink aangeraakt. Bal op de lat. Het gevaarlijkste moment vanavond van Gooselink. Die ontzettend dicht bij een doelpunt is. Hele goede actie. Och, die bal wordt knullig verlengd. En dan Sijs. En die zit erin. Helmond Sport komt hier op voorsprong in de 86e minuut. Via invaller Dylan Sijs. Wat een verhaal. Na al die gemiste kansen van de Graafschap in de eerste helft. En toch ook flink wat mogelijkheden na rust. Maar dat heeft de ploeg aan zichzelf te wijten. Hier is hij weer. Sijs maakt hier nog een. Naar zijn linker. Sijs. Sijs. Maar hij schiet hem nu recht op de keeper af. Op Jurjes. Natuurlijk richting Van Heertem. Van Heertem verlengt. Gravenberg. En weer een redding van Haverkotte. Dat had hem nog kunnen zijn voor Denzel Gravenberg en de Graafschap. En dan is het nu klaar. De eerste overwinning voor Helmond Sport sinds 10 oktober. En een hele pijnlijke nederlaag opnieuw hier op de Vijverberg. Voor de ploeg van Reinier Robbenmond.